Dr. Edwards, een bijzondere prestatie, dat is baie mense droom daarvan om één doktersgraad in hulle lewe te bereiken en iets nou een tweede doktersgraad bereik. En ons weet allemaal van die liefde voor die geschiedenis. Verduidelik net so vinnig waar oor die proefskrif gegaan het. Ek het gaan maar oor die Britse aanspraak op die suidelike gedeelte van Delagoa Bay hier in die 19e eeuw. Delagoa Bay wat vandag bekend staan as Maputo Bay. En dit is maar passie van mij om meer oor die hawe uit te gevind het, want dit het so'n groot rol in ons landse geschiedenis gespeel. En dan natuurlijk die affiesboek waarin jullie nou op die oomblik werk, basis een lewe geoffer vir die opvoeding van kinders in Pretoria en legendarische status bereik as een Pretorianer. As jy nou moet terugkyk op die loopbaan, as jy nou moet opsom, wat het jy geleer uit die loopbaan, uit vir die onderwijs wat jy nou vir iemand as een boodskap vir die toekomst sal gee? Ek sal sê, bevoorregte lewe. En mens besef nie hoe bevoorreg jy is as jy in Pretoria bly en dat jy een leerling van affies. En ek moet dadelijk bijvoeg, daar is soveel ander topskole in Pretoria. Jy is bevoorreg dat jy jou lewe op so'n skool kan deurbring. En het gaan oor die gehalte van die type mense saam met wie jy jou lewe sluit. Hoe ouder ek word, vooral nou in my sogenaamde pensioen, daar besef ek net, mense is bevoorreg om jou lewe saam met sulke wonderlike mense te kon deurbring. Dan sê baie geluk weer eens met die tweede doktersgraad en natuurlijk dan nou voorspoed met die boek oor affies. Ek dink, dit is nogal een belangrike project en ons sien daarna uit om te sien as dit voltooi is. Ja nee, dit is nog een hardzaak wat daarom nou einde se kan toestaan. Baie dankie.